Doe la hey, PA. Pim Verbeek, Pim Verbeek. U moet me even helpen. Iets met voetbal staat me bij. Oh ja, natuurlijk. Ex-trainer Feyenoord, Fortuna Sittard, FC Groningen. Ik weet het weer. Maar was u niet met de Noorderzon vertrokken naar het land van de reizende zon? Japan dus? U komt terug naar Nederland. Is niet leuk daar in Japan? Ach, u mist uw kinderen. En de laatste loodjes wegen zwaar. En een beetje morele steun kan geen kwaad. Nou, kom ik toch naar Japan? Bijna 2 jaar geleden vertrok voetbaltrainer Pim Verbeek naar Japan. Op zoek naar avontuur en een nieuwe uitdaging. En waarschijnlijk was de grote hoeveelheid Jens, of zijn het Jennen, nou ja, een prettige bijkomstigheid. Nu, 1,5 jaar later, keert de ex-FC Groningen, Fortuna Sittard en Feyenoordcoach terug naar Nederland. Waarom lukt het die Nederlandse voetbaldokters nou niet om de Japanse voetballerij eens een klein beetje op de rails te krijgen? Tijdens Verbeek's laatste dagen in Japan hoopt deze PA daarachter te komen. Zeg niet meer. Wat is hier? Goedemorgen, Wekie Wekie. Ja, hallo. Milan de La Haye. Hallo Milan. Goedemorgen. Kom erin. Helemaal wakker, gekleed. Wel haast. Oh, wat gaan we doen? Nou, eigenlijk in een Japans huis moet je even je schoenen uitdoen als je binnen gaat. Maar omdat we haast hebben... Oh. Doen we dit keer. Ja, er zijn wel een aantal Japanse gebruiken die ik nog moet leren, ben ik bang. Het is wel een echt vrijgezel. Dit is voor een Japanse begrip een heel groot appartement. Dat weet je niet. Ja, een Nederlandse begrip is vrijgezellen, maar Japanners hebben normaal gesproken alleen deze kamer en daar slapen ze ook nog in. Dus ik heb geen klagen. Nee. Nou ja, als je vergelijkt met Japan niet, maar met Nederland misschien wel. Ja, maar pas ons aan, hè. Afsluiten hoort, hoeft niet in Japan, maar we doen het toch. Hoeft niet? Nee. Stelen niet, hè, hier. Stelen niet? Nee, gestolen. Nee. Pikken niet. Dus. Op zich wel leuk. Ja, dat is even andere koek, hè, dat wij gewend zijn. Dus je kan in feite alles open laten staan. Dat is heerlijk. En wie hebben we hier? Dit is June. Tot de mat, hè? Spreekt hij Nederlands? Ja. Oh. Maar daar hadden we het helemaal wel. June verstaat. Hij spreekt ook goed Japans, zo te horen. Hi. Jun, dat is mijn tolk. Hoe gaat het met je? Assistant coach. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Good morning. Good morning. Milan de La Haye. Jun Nakamura. Jun is mijn tolk en tevens mijn assistent trainer. Volgt ook de trainerscursus. Spreekt vloeiend Engels, vloeiend Duits. En meneer Verbeek, hoe is het met u Japans? Matig, moet ik na heel eerlijk anderhalf zeggen. Jaar. Nou, de gebruikelijke gebruikswoorden. Goedendag, et cetera. Dat lukt allemaal nog net. Coaching op het veld is geen probleem. Maar, in het Japan? Ja, dat is niet zo heel erg lastig hoor. Dus, wat is dan het links, het rechts. Het, vooruit met de geit. Ze hebben heel veel Engelse termen in het Japanse voetbal. We gaan trainen. Hoe heet die club? De club heet Omiya Ardija. Spelend dus in de stad Omiya. En dat moet je toch wel vergelijken met een stad van 1 miljoen mensen. Ardija, dat is... Ardija is een eekhoorn. Dat is de meeste clubs in Japan hebben een mascotte. En daar wordt ook de club een beetje naar vernoemd. En dat is een eerste divisie club? Eerste divisie club. Nederlands. Ja, ze zijn dit jaar voor het eerst, dus 99, voor het eerst met betaald voetbal begonnen in de eerste divisie. Voor die tijd had je de J-League. En dat waren 16 clubs. Ja, ja. En die konden niet degraderen, konden niet promoveren, konden hooguit kampioen worden. En... Dat waren ze een beetje zat. Ze wilden wat spanning in het geheel hebben. Dus er moet ook gepromoveerd kunnen worden en gedegradeerd. Dus ze hebben een hele nieuwe profafdeling in het leven geroepen. Hoe ging dat nou? Hoe hebben ze jou benaderd? Van kom jij eens naar Japan? Hoe werkt zoiets? Nou, toeval, hè, zullen we maar zeggen. In de voetballerij gebeurt heel veel door toeval. Ja. En het toeval wilde dat onder andere Jun dus op de Sporthochschule in Köln studeerde. Met een vriend samen. Dat is mijn huidige headcoach, oftewel assistent trainer. En Tosha is na 3 jaar teruggegaan naar Japan.
En toen hij dus hier hoorde dat NTT dus echt ervoor wilde gaan als club, toen heeft hij mij een faxje gestuurd van ben je geïnteresseerd. En toen? Wat dacht je toen? Nou, ik had nog 2 jaar te gaan bij Fortuna, wat op zich voor mij een prima club was en is. Ja. Maar ja, het avontuur. Het avontuur. Het grote jongensavontuur. Ja, natuurlijk. Het is, kijk, wat weten wij van Japan? We weten helemaal niks van Japan. Nee, het is een groot mysterie. Toen ging je naar huis, daar zat je vrouw en je 3 bloedjes van kinderen. Ja. Ze zei, papa gaat naar Japan. Nee, papa zou weer... Nee, papa gaat niet naar Japan, hè, zeg je dan. Hè? Nee, ik schrijf een faxje terug, maar... Ik ga niet. Ga natuurlijk niet, hè. Nee. Ah. Maar ja, dan komt het dus dichterbij. En in Japan gaan ze niet over 1 nacht eisen. Dus dat heeft wel zo'n weekje of 6, 7 geduurd. Het faxverkeer over en weer met telefoongesprekken. Tot ik dus aangaf van nou ja, dan moet er dus toch op een gegeven moment over geld gesproken worden. En dan wil je daar zijn ze niet beroerd in. Over geld praten, dat doen ze niet graag. Maar ik bedoel betalen, daar zijn ze niet beroerd in, toch? Nee, dat is een iets andere mentaliteit dan ons. Jawel. Maar als je dan toch over geld praat en over een 10.000 kilometer ver weg, dan wil je er ook nog wel eens een keer geweest zijn. Dus ik heb gezegd van of kom maar naar Fortuna, dan kan je kijken hoe ik werk. Of nodig mij maar uit. Dus 4 dagen later zat ik in Japan met vrouw. Met vrouw? Zijn we eerst eens even gaan met kijken. Met z'n tweetjes. Zonder de kotertjes. Ja, die zijn thuis gebleven. We zijn eerst gaan kijken, zijn 5 dagen uitgenodigd. Nou, toen zijn we redelijk in de watten gelegd. Uiteraard. En toen waren we er wel een beetje achter dat dit toch wel een kans was die je eigenlijk niet mag laten liggen. En had je spijt gekregen als je het niet gedaan had? 100%. Ja. Dat trainen, want ik kan me voorstellen dat... Zou de Frits Korbach manier hier werken? Stelletje klootjakker, maar met die bal! Zou dat werken hier? Nee. Ik weet niet of Frits zo traint, laat ik dat voorop stellen. Nou, hij kijkt wel zo naar een wedstrijd, want ik heb ernaast gestaan. Ja. Dat werkt hier niet. Nee. Absoluut niet. De cultuur is heel anders. Ja. Je kan niet iemand zomaar eventjes... Voor het schelden. Nee. Ook voor de hele groep terecht wijzen. Hoeven niet eens te schelden, maar gewoon aanwijzingen geven. Dat heb je en fout aangeven. Gedaan. Dat ligt heel gevoelig in Japan. Dat ligt in de hele Japanse cultuur. Dat is gezichtsverlies. Daar moet je gewoon mee uitkijken. Dus het is heel lastig. Ja, dus je kan niet het heeft niks met macho te maken, maar het is meer het. Dat is dus not done hier in. Oh, je mag hier geen fout maken. Je mag helemaal geen fouten maken. Dus zo iemand laat een keeper laat de bal glippen en die glipt tussen zijn benen door, dan zeg jij. Volgende keer beter, schat. Dan zeg ik dus niks. Dan zeg je niks. Of ik loop even langzaam en dan zeg ik even onder de 4 ogen: zeg ik van luister, vriend. Volgende keer moet je een stapje meer naar links, een stapje meer naar rechts of buiten je goal komen. Maar verder alles goed. Maar niet waar er dus het hele elftal bij zeggen dat het dus een. Een gigantische blunder was. Laat ik het dan nog even zachtjes uit. Zelfs dat werkt dus hier niet. Arigato. Heb jij met tas mee? Ja. Schoenen moeten hieruit. Dat is het enige wat... Ik ook? Ja, absoluut. Je krijgt slippers van me. Oh. Charming. Ik ben niet blij. Ik ben definitely niet blij. Kijk eens. Het is beter, maar leuk. Ja, het is beter werken. Japanse tekens erop. Karaktertjes. Oh ja, die. Je had oog wel ook wat. Ja. Nou, heel charmant. Moet je even gezien hebben. Hier, ja, het klaslokaal. Dit is ook echt typisch Japans, vind ik dit. Dan gaat iedereen dus netjes achter elkaar in een rijtje zitten. Dat is wel de natte droom van iedere trainer, hè? Zo'n gedisciplineerd team. Ja, nou. Je moet wel weer wennen straks in Nederland. Nou, ik moest hier ook even wennen, hoor, zal ik je vertellen. Ja, ik moet er nog steeds af en toe een beetje aan wennen. Het is een beetje meer tegenspraak en een beetje meer... Dat zou ook niet verkeerd zijn. Gaat goed, die slippers? Heerlijk. Altijd al gewild, slippers. Ohayou gozaimasu. How are you? Hello, Milan Delay. Nice to meet you. This is Morisumi. Hello. Shibuya. Nice to meet you. God, dat loopt voor geen meter, die slippers. Ah, aan het werk, kijk. Even zitten, ik ben sportief. Ik ben dus bijna klaar. Wat bent u doen? Even de training voorbereiden voor vandaag. Dus we zijn aardig tegen de jongens. We matten ze niet af. Nee. En nooit gezichtsverlies. Ja, we zijn positief kritisch.
positief kritisch. Dus we mogen best aangeven dat de loopacties niet goed zijn. En dat de voorzet bij de eerste, bij de tweede paal moet komen. Dat ze uit de dekking moeten komen. Dat mag. Maar de GVD's en de... Dat niet. Laten we hier gewoon achterwege. Dat doen we dus niet. Maar is dat soms niet lekker, even flink? Nee, het is nooit echt mijn stijl geweest. Nee? Nee, het is ook helemaal niet nodig. Ook in het Nederlandse voetbal is het niet echt nodig. Op zijn tijd, maar niet altijd. Als iemand moet gewoon zitten. Een penalty mist, zeg maar. Nee, dat doet niemand wil een penalty missen. Ik heb veel meer moeite als de organisatie niet klopt. Als ze dus dingen doen waarvan die de afspraken niet nakomen, dan hebben ze een probleem met mij. Collega's, gaan we aanleggen wat we gaan doen vandaag. Ik zal een beetje een trainers loopje nemen. Dus ik ga even uitleggen. June zal dan even vertalen. Ja, de Japanse schaduw. Me and my Japanese shadow. Nakayama-san. Oké, shall we do training, boys? Training, please. Today's training is only attacking. Attacking is main target. Attacking is the best defense. Jongen, dat loopt er voor een meter. Zo. Miep Kraak schoentjes uit. PA schoentjes aan. Much better. Hoi. Goedemorgen. Milan de Lee, goedemorgen. Hoi, Jan Feyenoord. Een verdwaalde Nederlanders tussen al dat Japanse geweld. Ja, ja, het moet het wel worden, hè? Dan lieve mensen, of niet? Ja, ze zijn ontzettend lief. Hè? Ik ook. Ze zijn een beetje te lief, zo. Good morning. Goed. Zullen we eens even een poepje laten ruiken? Een beetje Hollands aan, hè? Ja, dit is echt een dijk, hè? Hier voel je je thuis. Jawel. Precies. Jawel. Miepje van de polder. Maar alle sportvelden in Japan, zeker in de grote steden, die liggen in de uiterwaarden van de rivier. Aha. Want daar mag niet gebouwd worden, want die overstromen nog wel eens. Grond is nogal duur. Ja, het is hier wel duur, hè? Jongen. Het kost een procent. Ja, zijn dit fans? Dit is het Japanse gras. Ja, die zitten er altijd. Die maken foto's. En die, dit zijn fans. Good morning. Er zitten wel een paar hele lange tussen. Ja. Maar dat selecteert zichzelf natuurlijk. Wij denken kleine Japanners, maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, gisteren in de metro. Die zijn natuurlijk gemiddeld, is het natuurlijk allemaal wat kleiner. Ja, maar ほとんど自分たちがボール持って攻めることになると思います。So today's training, most of the training is cross balls finishing. で今日のトレーニングはそういう意味でボール持ってどこからそこからどういうふうに攻めていこうかっていうところでクロスからのシュートと。Yeah, so we start with warming up, Ryuga-san. Please make good warming up, running, stretching. Als ze nou zo heel ver weglopen, zoals nu, en ze hebben geen rugnummers. Het is best moeilijk uit elkaar te houden. Ja, wij hebben natuurlijk blond en krullen en lang. Het is hier allemaal donker haar en stijl haar. Ja. Dus toen ik hier net kwam vorig jaar, begon ik met 32 van de jongetjes. Ja. Na twee dagen had ik al mijn eerste wedstrijd. Daar heb ik ook helemaal niks aan gedaan. Dus, ik heb zo eens een beetje gestaan en ik heb mijn assistent de opstelling laten maken. Heb ik een blaadje gekregen met de foto's en alle namen. Kijk, het is niet Jan, Piet en Klaas, het is Okamoto. Hiramoto, Kamimura. Sushimoto. Zijn niet de makkelijkste namen om even te onthouden. Als je mij nou een stapeltje geeft, zet ik de rechterkant even uit. Als jij dan deze kant uitzet. Wat moet ik uitzetten? Ietsje meer naar buiten. Ja. Naar buiten, hey, meneer. Naar buiten. Ja. Jongen. Ja? Dan gaat hij weer naar binnen. Ga je weer naar binnen? Kom. Zit. Ik begrijp niet wat we voor een veld hebben gemaakt nu. Ja, kom maar. Kijk, we staan niet helemaal in het midden. Arasaki Kamimura, Migi. Two players coming. First post, second post, finish. Helene. Oh, ik zei je helemaal niet goed. Up, next one. Okay, bad pitch, no problem. Dat lijkt me.